Gamers van Kings Games, ook jullie kijken naar een gloednieuwe Crash Bandicoot. Net voorbij de touwbrug. Ja. Een leveltje verder zelfs. Leveltje verder. Allemaal dankzij mij. Begin deze video alvast met een duimpje omhoog en ook wel eventjes hashtag meiden zijn de beste gamers. Oh, gaan we weer. Ja. Meiden Laat zijn de beste gamers. Gaan we beginnen, want jij houdt van een grote... Proost, handen. Op de mannen. My head is brighter than your future. Die kan je zo goed, deze? Ja, deze is echt mijn favoriet. Alles heeft een patroon, heb ik geleerd. Ja, dat is ook zo. Gelukkig heb je dat nog meegekregen. Dat is het enige wat ik heb onthouden. Ja. Dat alles in het leven een patroon heeft. Patroon heeft. Die wil ik wel hebben. You're gonna need it. Oh! Shit, are you kidding? Ah! Mijn PlayStation heeft het te zwaar mee. Ja. Ah! Ah! Nee! Hoe heb je dat overleefd? I don't know, man. Bye. I don't get it. Nu. Nu. I'm back. Helemaal niet nu. Shit. Ik ben wel blij dat je het in één keer gehaald hebt. Ah! Nou, doe dit level maar even. Ja. Ja, er zat gewoon geen patroon in. Oh ja. Zelfs ook al zit er geen patroon in, dan moet je het gewoon doen, Kevin. Nee. Weet je, kan niet altijd een patroon in zitten. En dan moet je altijd maar patroon schuld geven. Dat kan niet altijd. Expecto patronen. Ik zit er niet echt voor. Ik heb geen scherpte diepte. Oh ja. Jij hebt dat wel. Dat is het inderdaad. Dus, maar goed, ik hou het wel zo. De dames hebben gewoon wat extra hulp nodig. Wauw. Nu. Nee, niet nu. And she did it! Yes, we did it! Good luck there! Hoppa, badoobada! Oké, patroontje verzoeken. Dat wordt ons nieuwe shirt. Nu! Hoppa, badoobada! Hoppa, badoobada! Hoppa, badoobada! Maar dit gaat, zoals ze zeggen, van een leien dakje. Ik geniet. Gewoon nu al boos. We zijn nog geen 10 minuten bezig. En je bent nu alweer boos op mij. Ja. Marcel, kom je ons begluren? Kijk eens. Ga maar heen zitten. Nice. Ga maar af. Marcel is hier voor mentale support. Tot nu toe heb ik alle checkpoints gehaald. Ja, just saying. Ik wil toch heel even zeggen dat als ik dit had mogen doen, had ik het gehaald. Maar jij hebt het twee keer mogen doen, ineens, maar ineens ga niet. Je besluiten om hem in één keer te halen. Dat is het, ja. Nu! Ja, shit. Ja, het was echt nu. Ik had echt nu moeten doen. Nu. Nee, niet nu. Nu! Nee, nu. Niet nu. Nu! Oeh, die was ook close. Die leefjes gaan we gebruiken. Dat is wel tricky wat je deed. Ja, was dat? Je sprong gewoon zonder het hulpplankje. Nee. You like to live dangerously. I like to live dangerously. Ik vind het niet eerlijk als je hem nou in één keer haalt hoor. Nee, echt. Het gaat zo goed komen. Ah! Yes, why do you have to jinx everything? Ik mag ook spelen. No. Yes. Boedabla. I need to focus, man. Ah! Ja, ik doe het gewoon nog een keer. Nee. Hallo. Jezus, Kevin, kom op. Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, jij hebt dit nog niet gehaald hoor. Het kan niet vervelend zijn. Ja, ik heb tot nu echt 4 checkpoints gehaald. Jij nummer 1. Dus als je gewoon even je bek kan halen. Dat is 1. Ah! Nou, dat is een patroon. Oh, hij komt niet naar hier toch? Kan hij niet. Oh, hij wil het wel. Oh, hij wil... He wants to be friends. He wants to be friends. He wants to be for you. Oh, shit. Just in time. I have no fear. Because Kevin Domes is here. Mm-hmm. Go, go! Oh, shit. And now you're fucked. Hoezo? Omdat ik geen patroon heb.
kan maar mij helpen. De god van de patronen is hier. Godin. De godin van de patronen. Still a girl. Oh, I'm still a girl. A game, but I'm still a girl. I didn't notice. Goddamn. Godver. Oh ja. Wacht, kan er nog wel opkomen op zich? Echt niet. Kan niet, Karee. Kut! Nu niet meer. Oké, wacht. Gelukkig is er een patroon. Ja, even kijken. Ik zie hem. Zie je wel? Of was het een patroon in? Als je gewoon even kijkt, verdomme, niet zo haast heb altijd. Wat? Ik ging naast! Shit! Herkenning! Waarom zit er op in diepte in dit spel? Oh, ik kan dit ook. Dit is allemaal niet zo bijzonder. Ah! Ah! Dat was een leuk stukje tussendoor. We gaan weer even verder met de poging. No! What the fuck is dit? What's going on? What the fuck is this mess? Die ga ik niet eens proberen. Ik wil gewoon verder. Ik dacht heel even dat het einde hier was, maar het was helaas niet zo. Nee, joh. Pak je die niet? Voor de bonus? Bonus, can suck my dick. Oh my god. Kijk, de bonus! Doe ik niet! Te gefocust! Oh! Oh! Yo, ik ga lekker! Oh! I'm gonna roll, man! Ah! Kut! Toen doe ik niet klein mee naar beneden. Oh, ik was van yeah! Free! And I'm free falling. Nog een checkpoint voor mij. Oh, 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 die gaan opeens heel snel. Ze doet het nog ook, hè? Ik ben zo boos. Ik ben zo boos. Ach. Ach. Sterf. Wat gebeurde daar? Dat was echt heel close. Hij vloog gewoon naar het beeld. Hey! Ah, ze zitten nou nog naast gevallen. Wat? Dat, jongens en meisjes, is how it is done. Ik wil jullie er even op wijzen dat ik dit level bij Karee thuis heb uitgespeeld. Nou, echt 30 keer. Dit is nog niet eens mijn 10e poging. In één keer. In één keer heb ik het maar uitgespeeld. Weet je wat, ik laat het je gewoon hebben. Is goed, in één keer. En zo heeft hij het gedaan. Nou moet ik die balls weg gaan doen, zeker. Mm-hmm. Ja, doe het maar. Die heb ik vorige keer ook verslagen, dus. Wat was het ook alweer, die balls? Een koala die zijn benen vergat te trainen. Oh ja, die ene die ik verslagen had. Die ik had verslagen. Mm-hmm. 100% ik, 100%. Ik weet voor 90%. Omdat ik die in je gezicht toe gerubbed heb, zo van... Ah! Wat ik nu ook doe. Ik wil echt zijn lichaam. Why? Hey, dat licht schijnt in mijn ogen, ik zie het gewoon niet. Een mazzeltje. Kom je kijken. Oh shit. Blijf je wel eens scherm kijken. Mazzeltje. Mazzel, nee. Je leidt me af, mazzel. Oh, dat is goed. Oh! Oh! Oh, er stond nog zo'n... Ja. Hé, hey, die TNT, hè? Die had ik niet gezien, hoor. Nee. We kunnen ook gewoon Overwatch spelen, hoor. Nee, echt, hè? Ah! Godver, ik dacht dat ik overheen kon springen. Nee. Nee, toch nog. Die moet je juist pakken en naar hem toe gooien. Wist je dat? Ja, dat wist ik, omdat ik hem vorige keer ook verslagen heb. Maar ik dacht dat ik er overheen eerst kon. Nee, joh! Stop nou eens even. Want dan breng ik jou tot aan die checkpoints en dan... Ga jij het doen alsof je het hebt gehaald, zeg maar. Ik heb echt 5 checkpoints in het vorige ding gehaald. Maar oké. Okay. Godver, waarom... Hij loopt me de hele tijd af! Ja, nou heb ik het weer gedaan. Ja, in mazzeltje. Nee, is goed. Is goed, nou heb ik het weer gedaan. Mazzeltje is ook zo schattig. Waarom krijg ik een Oongamboonga? Is dat omdat mannen gewoon beter zijn? Nee, omdat hij zoiets heeft van... Laten we je helpen, omdat je zo zielig bent. Ach ja. Kijk, hij gooit nu die steen. Dan moet je voor uitkijken. Ja, weet ik. Ik heb al damage gedaan hoor. Jij nog niet. Oh, oké. Okay. Ik ook! Ja, nu na mij. Eén keer.
Oh, mijn god. Ik ben zo goed. Ha! Je bent er nog niet hoor. Ho ho ho. Oh shit. Nee! Ho ho, toch? Ik was verder dan jij. Please die. Oh, dat was echt dood. God damn it. Dat ben jij op dit moment. I love winning. Jouw cam. Oh kijk, ik haal het. Over beelden die ik gewoon heb gespeeld voor jou. Weet iedereen. Ik weet het, want ik heb het geëdit. Ik ga je niet opregen. Nee, precies. Dat snap ik. We hebben het zo ver weg dat ik gewoon helemaal. Het maakt niet eens meer uit wat ik zeg. Je gelooft je eigen illusies. Sneu is dat wel. Sneu. Nou. Boega boega. Oh. Kom weer een keer. Ik ben zo goed. Wauw. Alle appeltjes, Carré. Alle appels meenemen. Appels! Hier zit er ook een in. Appel! Ah! Ik zag hem niet. Ik ook niet. Wat doen deze dingen? Schieten? Nee, gewoon je aanraken. Godverdomme. Checkpoint. Just saying. Ik heb die checkpoint nog. Dan zal ik de volgende checkpoint maar halen. Die is natuurlijk een stuk moeilijker dan deze eerste. Maar ik doe dat wel even voor jou. Hey! Oh, dat wil ik zo vaak vals. Pas bij je persoonlijkheid. Ik geef gewoon godverdomme toe dat ik een kutwijf ben. En dan krijg ik gewoon zoiets terug naar mijn hoofd, Mazzel. Ja, Mazzel vindt het ook niet leuk. Mazzel. Snap ik wel. Ik ga de checkpoint halen, Mazzel. Are you ready? Dit is jouw schuld. Goed, ik denk dat wij dit volgende aflevering moeten uitvechten wie er nou echt de beste is. Want dat is aan deze aflevering niet helemaal af te lezen, vind ik. Ik bedoel, Carré speelt vals. Ze deed het aan mijn controller. Dit is gewoon niet eerlijk. Ja. Dus ik stel voor dat we dat volgende aflevering uitvechten. Dus mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hoop tot de volgende keer. En zoals altijd, het laatste woord aan Carré. Doei.